Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Forsees Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Geldt ook voor mijn vriend en collega Emiel Schelvis. En voor Joop van Dalen, die Feyenoord op 13 september 1970 wereldkampioen maakte. Toen speelde hij in een elftal met Moulijn en Van Hanegem en Jansen en Israël. En later ging je in de zaal spelen met de man met wie je nu deze desk deed. Het is 9 september. Wat een overgang, zeg. Wel 9 september, Frank. 9 september. Dat je dat corrigeert. Hij heeft bij mij mogen spelen, ja. Hoe was dat? Dat was hartstikke leuk, ja. En dat was voor mij ook hartstikke leuk. Vooral die ene wedstrijd in Sporthal Ommoord. We waren uiteraard wat kleinere velden. Ja, dat was voor ons toen nog aan te lopen. We waren wel wat ouder natuurlijk. Wat was er in Ommoord dan? Nou, Joop kwam iets later. Want we stonden maar met 3 man op het veld. Met Dick van der Polder en Wim Jansen. Helemaal in mijn eentje de touwtje heen lopen. Inderdaad. En Koos van Ellerswijk in de goal. En toen kwam na 5 minuten kwam Joop en die verkleedde zich. En toen riepen ze op de tribune, nou wordt het helemaal lachen. Nou is die schelen er ook nog bij. En toen schoot jij meteen binnen een minuut een bal keihard in de kruising. Het elfstelletje van Cor Pot was dat. Ken je dat herinneren? Precies. En toen zei hij, de legendarische woorden, dat is voor die meneer daar op de tribune. We hebben net naar PSV Heerenveen zitten kijken. Dat leek even op 2-3 af te stevenen. En uiteindelijk, tot jouw grote ongenoegen, toch 4-3. Is PSV dan toch nog een kampioenskandidaat? Nou ja, voor mij niet. Voor mij niet. Voor mij is er 1 kandidaat, dat is Feyenoord. En Ajax heb je ook zien spelen. Die winnen dan bij Utrecht. En toch zeg jij, die 5 punten afstand is gewoon genoeg. Ja, kijk, wij zijn gisteren in de Kuip. En dan hebben we voor de wedstrijd ook zo'n praatje pot. En dan, welke uitslag gaat het worden? Nou, dan heb ik 3-0, 4-0. Heb ik gezegd, wees nou blij als er op het wedstrijdformulier gewoon een overwinning genoteerd kan worden. Ja. Want je bent de koploper. En tegen de koploper wordt elke keer wordt er geprobeerd om van de koploper te winnen. Hè? Maar heeft Willem II dat nou gisteren geprobeerd dan? Volgens Van Looy niet. Van der Looy niet, want die was nogal pissed off bij de persbespreking. Ja. Nee. Hij voelde dat er meer in zat, omdat er natuurlijk Feyenoord liet op het middenveld met name. Daar is nog steeds wel een afstemmingsprobleem binnen, hoor. Ja. De vacature Vilena is niet echt, of de vacature El Amadi moet ik eigenlijk zeggen, want Vilena vult dat in. Dat is toch nog niet de juiste afstemming op dat middenveld. Ja, ze gaan nu ook een beetje overdreven met de punten achter de spelen. Ja. Wij spelen, want ik begrijp van Broncos niet, wij spelen als El Amadi speelt niet met de punten achteren. Wij spelen met Kuit. Met de punt naar voren. En dan kan hij wel beweren van wel. Maar in de manier van spelen, spelen wij met El Amadi en Vilena naast elkaar. En Kuit met de punt naar voren. En als wij sterker zijn, en dat komt, dan schuift Vilena wat meer naar voren. Dat noemden wij vroeger in een halve zouten drop. Want had je vroeger had je die geruite zouten droppen. En dan speelde Jansen van Hanegem, Haziel of De Jong. En zo speelt Feyenoord dan ook. Maar heeft het eigenlijk van jullie afgekeken? Nou, dat weet ik niet. Maar Kuit kan alleen maar met de punt naar voren spelen. En dat maakt ook verder niet uit als die dan maar bediend wordt. Nou, maakt het verder sowieso niet uit, want je speelt als je tegen NEC speelt of zoals nu tegen Willem II. Maar donderdag tegen Vitesse, dat is misschien nog wel een beetje ingewikkeld. Nou ja, maar je hebt gisteren ook tegen Willem II gezien dat het toch niet meevalt. Als er een paar mensen niet doen wat ze kunnen doen. Onze 2 vleugelaanvallers, die komen bijna niet in het stuk voor. En dan komen Jurgensen en Kuit. Die komen maar niet ligt dat kansen, nou, Joop, maar ligt dat nou aan die 2 vleugelspelers die het bijvoorbeeld tegen AZ uit wel heel goed deden en heel duidelijk waren? Heeft dat dan met AZ te maken in verhouding tot Willem II? Of heeft dat juist met die vorm en het vertrouwen van Berghuis en Elia te maken? Het speltempo van de bal. Dus ze worden te langzaam ingespeeld? Hoewel dat beter was al tegen Roda. We zijn 10 meter op de helft van Willem II en dan gaat hij weer 20 meter terug naar Congolo. Dan zijn we daar weer 15 meter over de helft. Dan gaat hij weer 10 meter terug naar Karsdorp. Ja, dan krijg je geen tempo in de wedstrijd. En dan krijg je ook een verdedigende lijn niet uit. En dat is precies de kwaliteit die El Amadi natuurlijk erin brengt. Maar weet je wat ik nou niet snap, Joop? Nou, als ik je hoor praten, dan denk ik, nou, dan wil ik nog wel zien of die 5 punten genoeg zijn. Terwijl je daarvoor zegt, het is allemaal geen probleem. We analyseren toch de wedstrijd van gisteren. Ja. En dan
komt dit verhaal naar voren, in mijn optiek. Nou gebeurt dat. We hebben natuurlijk, wat Emiel net aan AZ uit, spelen wij een uitstekende wedstrijd. Ja, maar dan spelen wij wel een wedstrijd zoals je hem hoort te spelen. Toornstra beslist uiteindelijk de wedstrijd. Ja. Hoe speelde die? Dat is een vaste waarde geworden. En dat is ook tegelijkertijd, Giovanni van Bronckhorst, een klein beetje zijn joker tussen aanhalingstekens. Want op het moment dat El Amadi terug is, moeten ze weer gaan schipperen met Kuyt. Tegen AZ koos hij voor Toornstra, omdat je dan meer beweging en meer een duidelijkere afstemming hebt op het middenveld. Kuyt blijft nou eenmaal een aanvaller. Hè? Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. En dat kan tegen mindere ploegen, kan dat, maar over het algemeen kan dat nog wel. Maar Toornstra is zo waardevol geworden in de goals, in de assist, in zijn hele uitstraling. Zijn de goal, hè, maakte die. Ja, ook een goede kopgoal. En de manier ook waarop hij na afloop voor die camera staat. Weet je wel, hij is met dat kampioenschap bezig. Hij straalt uit precies wat Joop ook zegt. Van ja, wij zijn de koploper. En wij gaan gewoon iedere week die wedstrijden winnen. En nou zegt Emiel vast de waarde. Maar geldt dat ook als El Amadi terugkomt? Nou, wij hebben natuurlijk meerdere vaste waarden dan 11. Je hebt er gewoon 13, 14, 15 spelers. Zo simpel is het verhaal. In het huidige voetbal ga je niet meer van 11 spelers uit. Je hebt wel een elftal, omdat het woordkundig zo heet. Maar je hebt een groep spelers en daar zijn er 15, 16 die bij jou in jezelf zijn. Ja, en de topclubs hebben er zelfs 22. Laten we eerst nog even kijken wat jullie hebben gezegd op die vraag van is Toornstra uitgegroeid tot een vaste waarde bij Feyenoord. Nou, hebben we in beeld 77% is het daarmee eens. 23% toch nog mee oneens, Emiel? Ja, daar kan ik niks aan doen. Van. Nou ja. Je hebt altijd mensen die daar weer anders over denken. Maar goed, Toornstra die heeft er een beetje tegen aangezeten eerst. Zelfs even het moment gehad, volgens mij was het vorig seizoen, van gaat hij überhaupt wel die aansluiting met die eerste elf vinden? Of gaat hij misschien wel geslachtofferd worden? Nu zie je gewoon dat die jongen mentaal, fysiek, zo goed in elkaar zit, dat hij gewoon zijn plek heeft gevonden. Alleen, een beetje zijn voor, schuine streep misschien ook wel nadeel, is dat hij zowel dus links aan de buitenkant heeft gespeeld, rechts aan de buitenkant, maar ook nu rechter middenvelder. Ja, hij kan het allemaal eigenlijk vrij goed invullen. Maar nou lost Joop het aardig op door te zeggen, ja, je hebt tegenwoordig 14 vaste waarden, maar als El Amadi terug is en je wilt Toornstra laten spelen, moet er toch iemand anders uit. En dan weet ik wel wie het is. Als hij moet kiezen. Ja, maar ja, dan is Berghuis is... Of Kuyt. Dat zou ook nog kunnen. Dat heeft hij bij AZ gedaan, toch? Ja. Maar dan moet je nagelang de tegenstander, de vorm, moet je daar beslissingen nemen. En dan moet iedereen achter staan. Natuurlijk wel zo, het verhaal Toornstra, dat gaat natuurlijk ook gepaard met het huren van Berghuis. En waarschijnlijk de prikkel voor Toornstra om te laten zien van jij komt niet op mijn plek in spelen. Toen is hij wel beter gaan spelen. Ja. En Vilena staat op geen enkele manier ter discussie, begrijp ik uit deze. Dat is niet mijn favoriete voetballer, maar die vind ik dit seizoen uitstekend spelen. Laten we even teruggaan nog naar Toornstra. Die hebben we na afloop natuurlijk nog gesproken. De man was blij met de punten, maar minder natuurlijk met het vertoonde spel. Het is een wedstrijd om gauw te vergeten, denk ik. We hadden er meer van kunnen maken en meer moeten maken ook, doelpunten. Maar goed, als je achteraf met 3 punten staat, moet je tevreden zijn. Ja, voor het publiek was het wel binnenknijpen, maar voor ons, we speelden gewoon een stabiele wedstrijd. Alleen we waren slordig in balbezit, veel balverlies, acties die mislukken en als ik de 2-0, als de 2-0 wordt goedgekeurd, wat een zuiver doelpunt was, dan is het gewoon een uitgespeelde wedstrijd. En misschien win je die wedstrijd nog met 3-4-0. Kijk, je weet dat je natuurlijk 1-0 voor staat met nog 5 of 10 minuten te spelen. Ja, dan is het belangrijkste dat je de 0 verdedigt. En dat hebben we uitstekend gedaan vandaag. En dat is de basis geweest voor de 3 punten vandaag. Ja, we hebben vaker zulke wedstrijden gespeeld, maar zoals je weet, sommige teams komen hier niet meer om lekker voetbal te spelen. Ze komen om tegen te houden en als ze een kans krijgen, dan gelijk benut en dan weer proberen compact te spelen. En wij gaan gewoon 90 minuten lang en het gaat niet altijd goed. De gedachte was eigenlijk van, kutwedstrijd jongens, maar 3 punten. Dat was de algemene gedachte. Maar zolang die punten maar blijven komen, kan jij deze glimlach blijven tonen, lijkt mij. Precies, ik hoop dat ik hier volgende week weer zou staan. Ja, veel succes erbij. Dankjewel. Dankjewel. Nou, volgende week zal die
nek, hè, thuis, daar ook wel weer zo staan. Nou is het wel zo, Feyenoord een relatief makkelijke maand in januari. Ajax een relatief moeilijke maand. Maar dat gaat binnenkort omdraaien. Frank, sla je niet wat over? Oh. Volgens mij spelen ze donderdag nog even tussendoor voor de beker. Ja. Het is wel een kwartfinale. Bovendien nog altijd de kortste weg naar een directe Europese voetbalplek. En want even voor het gemak, stel dat je wint bij Vitesse. Dan kom je in een lotingssituatie, misschien wel met een thuiswedstrijd. Heb je daarna twee thuiswedstrijden, inclusief de finale. En sta je zomaar weer sowieso op die koolsingel. Maar goed, nou, zonder Vilena, daar, ja. Zonder El Amadi. Ja, en ik ben daar voorstander van. Ik weet niet, dinsdagavond is het, hè? Spelen 8:00. Marokko. Donderdagavond? Nee. Marokko speelt dinsdag. Marokko. Stel nou dat die El Amadi door dat Ivorcus van Kalou en Boni uitgeschakeld wordt. Zou er niet een Feyenoord-sponsortje zijn die zegt van joh, ik ga hem halen met een vliegtuig? Dan is hij er lekker snel. Ja, lijkt me logisch, joh. Weet je nog, ik ben niet zo'n sponsor. Nee, jij hebt dat geld niet. Maar ik kan me voorstellen dat elk moment... Tram moet komen. Elk... Ja, jij hebt zoiets van, laat hem maar met de tram komen. Nee, laat hem maar... Elk moment dat zo'n speler, laten we zeggen, middels, laten we zeggen, een verbinding naar Nederland kan komen, waar je zelf wat druk achter kan zetten, en je in jouw groep weer hebt, moet je gebruik maken, toch? Doen. Ja, natuurlijk. Maar, in het buitenland doen ze eigenlijk niet anders, hè? Berlusconi deed nooit anders met de verdettes van Milan. Die haalden ze overal vandaan naar interlandverplichtingen. Dat had natuurlijk een privévliegtuig. Je had privévliegtuigen. Ja, maar er zijn wel fijne sponsors ook, hoor, met privévliegtuigen. Oh, ja. Kan je mij nog één tactisch ding uitleggen, Joop? Als ik corners zie die Feyenoord tegen krijgt, of vrije trappen die in de doelmond gebracht worden, dan gaan ze tegenwoordig met z'n elfen terug. Niemand staat daar meer voor in. Wat zou daar nou de gedachte achter kunnen zijn? Ik heb geen idee. Misschien even maar met die ketting die ze moeten maken. Want ze houden elkaar vast. Dat die een bepaalde lengte moet hebben. Maar dat heeft Van Bronckhorst is ook een verdediger. En die zal waarschijnlijk eerder de nadruk op dat verdedigende aspect leggen dan door mensen die, laten we zeggen, vroeger in de aanval hebben gespeeld. Want ik hield destijds als tenen zijnde altijd, probeerde ik twee spelers voorin te houden. Want dan, we zeiden dan, ook drie dan, dan dwong ik drie spelers van de tegenpartij om achterin te blijven. En dan heb je de trappende speler van de tegenpartij. En dan heb je in je eigen 16 heb je er een over. Zullen we dan naar een van de clubs gaan waar jij trainer bent geweest? Je hebt er ook nog even gespeeld overigens. Excelsior. Wij zaten daar vanmiddag. Heel gezellig. Ja. Naast Hans de Koning, die geschorst was, de trainer van Go Ahead. En dan denk je gelijk, als je iemand ontmoet die in de voetballerij volstrekt normaal is gebleven. Wat een verademing is dat. Ja, je komt wat nagemaakte tegen inderdaad. Ja. Niet alleen in de voetbalwereld, ook in de omroepwereld. Maar dit geldt terzijde. ja, Hans de Koning is geweldig. Is nog steeds dezelfde Hans de Koning in alles. En hoe die naast ons zat. En gewoon, we hebben over van alles gesproken, ook tijdens de wedstrijd. Hij was natuurlijk ook met heel moeizaam met één vinger bezig. Om naar zijn teammanager Sjoerd, om daar het een en ander aan te geven wat hij vond dat moest veranderen. Maar hij was uiteindelijk, hè, op de 82e minuut zagen we het duimpje omhoog gaan. Wat hij appte, waarom stond 1-1 is goed, puntje genoeg. Wedstrijd van de gemiste kansen voor Excelsior. Ja, fijn. Excelsior begon natuurlijk goed. Maar ik heb die voorste drie mensen gezien. Die maakten er natuurlijk eigenlijk een beetje raar te zeggen. Geen ene reet van eigenlijk. Ze hebben één kool gezien. Dat was een goede kool die aangegeven was door de Meulen. En in de tweede helft zakte dat Excelsior naar een bedenkelijk niveau. Ja, toen kwam... Ja, ik kan niet meer. Nee. Het is een hele duidelijke manier van analyseren. Een spitse faalde voor het doel. Daar kun je hele verhaal over maken. Maar je kunt ook zeggen, zoals Joop, ze bakten er inderdaad geen reet van. Laten we kijken of Mitchell van der Gaag tot een iets meer onderbouwde analyse kan komen. In elk geval begint hij bij de stelling dat Excelsior zich tekort had gedaan, met name in de eerste helft. Ja, absoluut. Ik denk niet alleen de eerste helft. Ik denk dat we qua veldspel de eerste helft gewoon goed speelden. En dat we niet scherp genoeg waren bij de eerste uitval van Go Ahead Eagles. Maar dan is de teleurstelling, maar dan zie je die ploeg eigenlijk gelijk de rug rechten. En dan hebben we hele mooie aanvallen, veel kansen. En dan ga je toch weer denken, als je 300% kans hebt binnen 10 minuten, dan kijken we toch weer een aantal scenario's na die we al eens eerder gehad hebben. En dan scoren we uiteindelijk een hele goede goal. Ben je nou blij met dat doelpunt of zeg je van ik ben eigenlijk teleurgesteld, want ik heb eigenlijk vandaag de kans toch verzuimd om het 2-3 te maken en de wedstrijd te winnen?
Het is gemengde gevoelens. Natuurlijk heb ik nu weer mijn eerste velddoelpunt gemaakt hier. En dat is dan wel lekker. Maar als je kijkt naar hoeveel kansen ik in principe heb gehad, had ik mezelf en het team meer moeten belonen met meer goals. Ik denk dat hij de eerste helft zeer nadrukkelijk aanwezig was. Bij iedere gevaarlijke aanval was je bij betrokken. En ja, dan heeft het ook met de koelheid die je zelf hebt om dan als je in die posities komt om de ballen te scoren en te maken. En ik denk dat Nigel het zelf ook weet, ook zelf beseft. Maar voel je je ook een echte spits? Ja, ik voel me wel een echte spits. Ik voel me lekker daar op de positie. Ik zie dat iedere wedstrijd meer en de spelers me ook meer begrijpen en dat ik lekkerder in mijn rol ga spelen. Dus in principe voel ik me daar wel fijn bij, ja. En nogmaals, wij kiezen voor die optie omdat het rendement niet alleen vanwege het scorend vermogen, maar ook het meevoetballen, het belangrijk zijn ten opzichte van je collega's, ook zwaar meeweegt. En dat heeft hij laten zien. Alleen ja, uiteindelijk word je beoordeeld op de goals. Overigens niet alleen op het maken van de goals, maar ook op het tegenhouden daarvan. Jordi de Wijs is een van de mannen die daar een impuls in moeten geven. Die debuteerde vandaag bij Excelsior. Uitstekend. Ja? Ja, uitstekend. En wat vond je goed? Nou, zijn directe tegenstander of stander, die heeft niet... Ja, want er werden een paar gewisseld ondertussen. Eerst Manu. Heel vaak Manu. Ja. Die is niet aan de bal geweest. Hij legde nog een uitstekende bal neer over 40, 45 meter. Die cross, op Ribeiro, die op zijn schouder kopte, geloof ik. Nee, maakte een hele goede indruk, vond ik. En Warne Haan erachter? Ja, dat zijn dus twee nieuwe spelers. Je merkt aan Mitchell van der Graag dat hij... Dat is natuurlijk luxe dat je die erbij krijgt. Dat geeft ook aan wat de mogelijkheden van Excelsior zijn. Dat ze echt niet staan af te wachten van... Oh, als het maar goed afloopt. Maar dat ze, Ferry de Haan kennende, gesteund door voorzitter De Jong van... Ze anticiperen op de toekomst. Maar dat betekent voor de trainer, die jongens spelen gelijk. Er zit ook nog eens voor 300 wedstrijden Eredivisie op de bank. Die uit blessures terugkomen. Bruins, Koolwijk. Van Duinen. Adewier. Van Duinen. Ja, dus, je krijgt wat gemor van wie moet er nou spelen? Hoe gaan we spelen? Nou, hoe staat wel een beetje vast. Maar dat zijn wat problemen die hij moet managen. Maar ik denk dat op het moment dat hij bijvoorbeeld volgende week een opstelling maakt en ze winnen bij Roda, want daar is Excelsior zo ontzettend aan toe om een keer tegen een mede degradatiekandidaat te winnen. Ja, dan gaat alles vanzelf vloeien, denk ik. En dan worden de oplossingen duidelijk. Ja, nou, als je nu vanmiddag bij Excelsior een scorende speler hebt, dan win je met 3-4 goals verschil. Ja. Want je speelde dat Hesselbeek, de eerste helft helemaal onderstebuiten. Hesselbeek doet het of helemaal niet zo slecht vanuit de kwaliteiten die hij heeft. Want bedoel, hij heeft een paar uitstekende penalties gemaakt. Hij liep goed tegen die bal aan. Maar ja, en hij heeft geen instinct om als spits van die kansen die hij kreeg om daar meteen een doelpunt van te maken. Ja, dat kan je niet van hem verwachten. Dus ja, Van Duinen moet het wel gaan oplossen, dat probleem. Als de trainer kiest van Hesselbeek op 9 en Ondaan en Ribeiro voorin, dan maak je die keus op basis van, mag je aannemen, dat ze scorend vermogen hebben. En dat blijft natuurlijk nu al een aantal weken. Maar hij zegt net ook, het zijn ook spelers die dan anderen beter laten spelen. Want daar hebben we na afloop nog even met Van der Graag over gesproken. Hij heeft natuurlijk ook in de loop van het seizoen een paar assists gehad. Ja. Ik herinner me nog Twente uit, volgens mij. Dat was hij toch, die het balletje op Vermeulen legde. Dus nou ja, in die zin is er wel wat voor te zeggen. Ja. Maar die Vermeulen speelt natuurlijk veel stabieler. Vermeulen speelt veel stabieler dan die voorste drie jongens. Ja. En Faik speelt veel stabieler dan die voorste drie jongens. Schitterende actie overigens ook. Ja. Vermeulen bij die goal. Hè? Nou, geweldig. Schitterend doelpunt. Kreeg hij hem ook mooi aangespeeld. Ja. En ook het vervolg van Vermeulen natuurlijk. Hè? Uitspelen van Asjente. En dan kijken waar er was en dan de ingesneden voorzet. Ja, dat was wel. Dan nog even terug naar die hiërarchie, want dat is... Zou je kunnen zeggen, toch een probleem bij Excelsior? Aan de andere kant, Van der Graag schuilt de problemen niet. Want Muiters, die wordt van eerste keeper in één keer, doordat er één keeper bij komt, derde keeper, vierde keeper? Hij mag weg. En hij was er ook niet vandaag op Woudestein. Hij was ziek, heb ik gehoord. De dame zat, dames, wist je? Ja. Dus hij zal er ook wel ziek van zijn, denk ik. Want eerst sta je nog onder de lat en dan wordt er iemand gehaald en dan...
ja, dan ben je, dat, zo is natuurlijk de voetballerij ook. Dan ben, dat is keihard en dan tel je niet meer mee. En dan, ja, voor hem zou het ook denk ik goed zijn om zo snel mogelijk naar een andere club te gaan. Hij moet ook eerlijk in zijn dat het is niet een hele goede keeper. Nee. Maar het is niet een hele goede keeper. Maar dat, kijk, die dame die is meegekomen. Is minder uitgesproken, joh. Nee, met dame is meegekomen met Dijkhuizen. Is jammer genoeg geblesseerd geraakt. Ja, dat is ook een goeie. Maar die dame had hem er ook al uitgespeeld. Ja. Die had Kurto er ook al uitgespeeld. Ja. Zorgelijk was wel Kuipers. Vond ik. En Emiel en Hans de Koning. Nou, dan noem ik even drie namen. Ja, nee, maar goed. Hans de Koning zei natuurlijk tegen ons. Wij hebben alleen Kuipers. Dat is toch niet alleen Kuipers? Nou, het lag aan die... Over het hele scheidsrechterskorps. Nee. Kuipers de linksback. Oh, sorry. Kuipers floot niet, hè? Kuipers die floot Utrecht-Ajax. Ik zou zeggen. Ja, nee. Ja. Maar Kuipers, nee, maar kijk, aan die kant zijn er al meer goals van de tegenpartij van Excelsior ontstaan. In de eerste helft van de competitie ook. En toen werd er ook nog vaak gezegd, ja, dat komt ook omdat Kolwijk dan naar binnen trekt. En komt hij heel vaak 1-2 te staan. Nu stond hij gewoon 1-1 met Antonia en deed hij het gewoon niet goed. Dan gaf hem veel te veel ruimte. Het Antonia heeft echt 2 of 3 heel makkelijke voorzetten kunnen geven. Ja, en dan moet hij toch feller op zijn. Want ik bedoel, dat zijn de momentjes, die tegengoal die Excelsior kreeg. Die bal die er overheen viel. Waarbij Haan overigens ook heel even weifelde. Ik had het idee dat hij dacht van, gaat het wel goed met mijn knie? Misschien zit dat ook nog een heel klein beetje, heel deep down inside zijn hele hebben en houden verborgen. Maar in ieder geval, dat was niet goed van Kuipers. Ik vrees alleen dat Kuipers dat niet gaat leren. Kuipers komt bij Ajax vandaan. En als je bij Ajax in de jeugd speelt, of bij Feyenoord in de jeugd, win je bijna altijd alle wedstrijden. Kan je als vleugelspelers kan je bijna altijd voetballend meedoen. Je denkt in balbezit, je wordt niet belast op je verdedigende, of niet optimaal belast op je verdedigende kwaliteiten. Ja. En op het moment dat jij eerst Jupiler League en dan in de Eredivisie, dan komen we even wat andere dingen om de hoek kijken. En als je daar niet, laten we zeggen, genoeg in getraind bent, dan heb je een probleem. Maar wordt ze hebben geen Karam. Nou ja, dan wordt het Roussel weer op rechts. Ja, maar dat Karami is op links. Ja, maar dat ziet er ook niet uit. Ik vond trouwens bij Sparta, daar speelde Floranus weer linksback, wat wekenlang heel goed is gegaan. Die vond ik gisteravond een beetje ongelukkig, onhandig. Ja, nu maken we de Swiss en Sparta. Dat, ja, de linksback van Sparta. Ik moet zeggen, misschien gaat Alex Pastoor ook nog wel Craig Goodwin als linksback gebruiken. Want die heeft in Australië natuurlijk ook die hele linkerflank bestreken. Kan ook nog eens een oplossing zijn. Pinto is het blijkbaar niet. Nee. Floranus is een noodoplossing, is eigenlijk een rechtspoot. Maar ja, sowieso, Alex Pastoor is... Dat is wel mooi. Ik bedoel, Sparta speelde goed, hè, de eerste helft tegen AZ. Eerlijk is eerlijk. 1-1 werd het, hè, voor alle duidelijkheid. Speelde echt goed de eerste helft. In balbezit. Maar het lijkt toch nog steeds alsof hij niet de ideale formatie heeft gevonden. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Joop. Van Drongelen speelde toch al de eerste linksback. Nee, dat was ook al een noodoplossing. Was dat ook een noodoplossing? Ja, omdat Pinto op een gegeven moment geblesseerd raakte. Of niet voldeed. Een beetje van allebei. Maar ik vond die Van Drongelen toch niet zo verkeerd dan. Nee. Maar dat is een centrale verdediger. Ja, dan moet hij vriend in het centrum. Maar hij kiest blijkbaar voor meer wendbaarheid en voor meer snelheid in dan dat centrum. Dan kan je zeggen, een trainer heeft het recht om per wedstrijd te kijken van wat komt mij het beste uit. Maar je moet toch wel van een geraamte. En het idee van voetballen van Pastoor is duidelijk. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Maar wel van een geraamte van vaste waardes uit kunnen gaan. Nou, Brooijen zit daar nog altijd in. Vriends is er eigenlijk nog steeds niet aan te pas gekomen. Nou, wat ik al zei aan die linksback, linksachter positie centraal. Daar wordt nog steeds een beetje gerommeld, zeg maar. Ja. Nou, Sanusi is terug, Dijkstra, zekerheid. Maar dan begint het natuurlijk. Ja. Heb je inmiddels 6 man met Calero Ruiz erbij. 6 man voor 3 plekken. En de spits van Moorsel, Azouzi. Nou, nu is het dus ineens Van Morsel. Bij Willem II thuis werd dat geprobeerd. Maar komt Bergkamp er nog aan? Ja. We hebben ook nog, wat ik overigens niet begrijp, dat hij daar zo weinig gebruik van maakt, Finn Stokkers. Hebben we ook nog. Ja. Die heeft in de eerste gedeelte van het seizoen een aantal keren ingevallen. En waarde gehad. En zeer veel waarde gehad. Ja, maar daar zegt men toch blijkbaar van niet goed genoeg. Ja, en dan heeft hij nog Joop, heeft hij nog die Chevrel en Pogba achter de hand. Pogba... Alex is een hele aardige roze, maar die had hij natuurlijk nooit moeten halen, die Fransen. Die hebben helemaal niks aan. Die Chevreuil. Nou, alle drie niet. Niks. Alle drie nee. Niet. Niet helemaal niks. Ja, in elk geval, Pogba maakte wel die goal gisteren. Pogba hadden ze gewoon een contract voor wedstrijden van 10 minuten moeten geven. Hij was Pogba natuurlijk, die viel in de 80ste minuut in, maakte vrij kort daarna die goal, was natuurlijk dolblij.
Very, very good feeling. I was waiting for this goal. As a striker, you want to always score goals. Then now, now it's there now. So now I'm hungry for more than from winning 3 points, more than one. Then on to the next game. Aan het einde wilden we per se met twee spitsen gaan spelen. De laatste 12, 13 minuten werd dat. Plus natuurlijk die 4 minuten blessuretijd, dus dat werden 17. Voor ons was de afweging, doen we Zakaria erop of Matthias? Omdat we over de grond uitstekend voetbalden en er doorheen kwamen. En de afweging was dat we met Matthias door de lucht een extra wapen zouden hebben. En gelukkig is dat bewaarheid geworden. Ja. Even naar het begin van de wedstrijd, toen Van Morsel daar begon en niet El Azouzi. Waarom maakte je die keuze? Nou, we willen aan de voorkant de bal net even wat langer hebben, zodat we in die laatste fase wat meer een positiespel kunnen spelen. En het doel is dat we tot wat meer kwaliteitskansen komen en daardoor ook de kans denken te vergroten op een goal. En dat is de afweging geweest. Hoe vind je dan dat dat uitpakte? Uitstekend. Ja, dat klopt natuurlijk, Emiel, in de zin van dat er heel goed gespeeld werd. En kwaliteitskansen kwamen. Precies. Maar daar heb je dan weer net een echte nummer 9 voor nodig. Want als je met name die eerste bal ziet, daar zet een echte nummer 9 inderdaad zijn schuif tegen. Kijk, Van Morsel is technisch zeer onderlegd, maar is toch niet een echte nummer 9. Ik zei al net al, voordat ze gingen praten, Pogba en Pastoor, tegen Willem II was het helemaal geen succes in die thuiswedstrijd. Dus nu is dit ook alweer een, ik vind het een noodoplossing. Paco Van Morsel is geen spits. Hoeven niet moeilijk over te doen. Kan het wel op een bepaalde manier spelen. En dat geeft aan dat Sparta dan makkelijker de bal in bezit houdt. En dat leidt inderdaad tot kwaliteitskansen. Maar dan heb je wel weer eentje nodig. Thomas Vaar heeft het ook niet echt op dit moment. Spierings is ook geen echte doelpunt te maken. Calero Ruiz ook niet. Ja, wie gaat dan die goals maken? Ja, Bronjo. Die maakt ze over de Ja, maar die wordt maar niet die opgesteld. Zit ook op de bank. Het lijkt me wel voor El Azouzi wel een tikkie. Als je wordt gepasseerd voor een middenvelder en dat er achteraf wordt gezegd, nou ja, dat is eigenlijk een uitstekende keuze geweest. Ja. Hij gaat niet zijn eigen keus, laten we zeggen, naar beneden halen. Nou ja, maar dat heeft hij in zoverre wel gedaan. Kijk, dat hij heel als lang je nou Van Morsel gaan. Hebt, dan weet je van dat hij uitstekend op de 10-positie kan spelen. Met punt naar voren. Je hebt Dijkstra en Zanussi. Dan kan je je geld bij de bank zetten, want het is hartstikke veilig bij die twee. Ja. En dan gaat het alleen om die voorste 3 posities, waarin nu blijkt dat Van Haar op eredivisieniveau is een iets ander verhaaltje dan Jupiler League tegen Emmen of tegen Os of tegen Achilles spelen. Nu tegen Ajax, PSV, Utrecht, Feyenoord. Maar Joop, zet nou Van Haar eens op 10 neer, achter de spits. Dat hij niet die meters achter een back aan hoeft te lopen. Maar hij heeft wel het vermogen om die steekpaas te geven met die trap en een goal te maken. Als hij in de 16 komt, heeft hij altijd wel het overzicht van wat hij moet doen. Hij is alleen heel veel energie kwijt met die acties achter die backs aan. Maar dat kan hij van de rechterkant ook doen. Nee, kijk, als Van Morsel op niet in het systeem zoals zij spelen. Van Morsel op 10 zet, kan Van Haar niet op 10 spelen. Want Van Morsel moet je kiezen. Heeft het loopvermogen. Ook bij balverlies, om te zorgen dat de organisatie blijft kloppen. En zou dat beter worden als je een spits hebt die, zoals Bergkamp bijvoorbeeld, als een kapstok kan spelen? Want dat was verleden jaar een beetje de redenering van Pastoor. Hij heeft een totaal andere spits gekregen. Sparta is natuurlijk vorig jaar Sparta de sterkste in de Jupiler League. Dus ze speelden ze veel meer op de helft van de tegenpartij. En dat kan je nou wel graag in de Eredivisie willen, maar dan praat je even andere krachtverhoudingen. En dan zal Bergkamp ook niet zo makkelijk als kapstok, spits, laten we het zo even noemen, kunnen spelen. Omdat je dan veel vaker onder druk wordt gezet. Hij speelde wel weer in Jong Sparta gisteren. Ja. Dat is niet zo heel goed gegaan. Ja, ik heb alleen een samenvatting gezien. Maar dat is moeilijk om daar een oordeel 1-1 toch? Hardenberg had het gespeeld. Ja, Hardenberg. Ja. HC Hardenberg. Nou hebben wij hier met Alex Pastoor gezeten in een prachtig gesprek. Kort daarna heb jij gezegd, Joop bevestigt dat eigenlijk, nou, tot en met Dijkstra en Zanussi staat het gewoon allemaal. Maar daarna moet je gaan kiezen. Toen heeft Pastoor gezegd, ik ga er geen duiventil van maken. En vervolgens zien we in de laatste 7 wedstrijden maar 1 keer dezelfde spelers voorin verschijnen. Ja, dat zeg ik. Hij raakt natuurlijk, doordat de resultaten uitblijven, er niet wordt gescoord, raakt hij ook
Ook Alex Pastoor, de control freak, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Ik wil niks nadelig zeggen over de man zijn kwaliteiten, want hij heeft het geweldig gedaan tot dusver bij Sparta. Die raakt ook hij een beetje natuurlijk in verwarring, in de zin van wat is nou de beste optie op welk moment. Dat heeft ook in zijn wisselbeleid is dat een paar keer tot uiting gekomen. Nu had hij gelukkig een keer aan de goede kant van dat beleid, want hij had de overweging, doe ik een behendelige jongen erbij of kies ik voor een Stormram. Hij koos voor de laatste. Nou, en dat had effect. Dan gun ik hem van harte en dan gun ik zeker Sparta van harte. Je had ook nog een korte analyse over de media-optredens en het bewustzijn van de consequenties daarvan. Ja, Alex is altijd wel een beetje uit op confrontatie, merk ik. En dat, ik snap dat niet zo heel goed. We hebben hier een hele goede communicatie met hem gehad. En dat kan je ook met hem hebben. Maar ik snap dat nooit zo helemaal waarom er... hetzelfde geldt ook voor Henk Vrezen trouwens, hoor. Die dit week hij natuurlijk ook weer een opspraak is geraakt. Dat snap ik ook niet van Henk Vrezen, eerlijk gezegd. Dat hij alles in die confrontatie steeds maar zoekt met de media. Laten we nog één keer teruggaan naar Feyenoord, Joop. Ten slotte, hoe zie jij dit seizoen nu verder aflopen? Feyenoord gaat winnen nog van NEC. En gaat zich dan langzaam opmaken voor een ingewikkelder race tegen Twente uit. Maar je moet je natuurlijk wel op voorbereiden dat het winnen van die wedstrijden wordt een steeds moeilijker en lastiger verhaal als wij niet top zijn. Als wij net eronder zitten of 3-4 spelen niet top, dan ga je een probleem zou je kunnen krijgen. En dat is wat Van Hanegem zegt. Je moet nu gewoon, nu je die punten pakt, investeren in beter voetballen. Ja, maar daar ga je een tegenstander mee kapot spelen. Met voetbal. Niet door de bal achterin 5, 6, 7, 8 keer. Of van de helft van de tegenpartij weer terug. Nee, spelen we even advocaat van de duivel. Wie zou dan, als El Amadi niet is, want die staat een belangrijke factor in, om niet te zeggen cruciale factor, als we de uitwedstrijd tegen Roda en nu deze thuiswedstrijd tegen Willem II nemen, wie zou dat dan kunnen overnemen? Nou, 15 seconden. Toornstra kan het niet overnemen. Die mag daar nu gaan spelen, die kan niet het verhaal invullen zoals El Amadi het verhaal invult. Nee. Dus wie dan wel? Nou, ik heb dus Nieuwkoop naar voren geschoven, omdat Nieuwkoop een beetje dezelfde speelstijl heeft als El Amadi. Kan wenden, keren, draaien. Dat moet het einde zijn, mannen. Bedankt. We gaan nog even door. We blijven praten en we gaan nog even naar de Italianen met z'n allen. Laatste Loete, heel gezellig. Morgen Sportclub Rijnmond, onder andere weer met die Hans de Koning. Met zijn broer die een meubelzaak heeft. Daar gaat de Koning werken als hij geen trainer meer is. Mooi. En op de radio dinsdag Volendam Sparta en donderdag Vitesse Feyenoord. Dat zou mooi zijn. Rotterdamse finale in de blik. Bedankt voor het kijken. Feyenoord Sparta en de Kuip in de finale. Joop. Tot zover FC Rijnmond vandaag. Frank Vijg, jij was geweldig. Feyenoord! Wie wordt de kampioen van de Eredivisie? Feyenoord! Score tegels! SP! Tegels! Heb je ooit van je leven zo even gezien? SP! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Forsees Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer.